Kijkers, goedenavond. Mijn naam is Raju Bikari. En u weet dat wij de verkiezingen naderen. En we praten vanavond met de voorzitter van de politieke partij De Nieuwe Leeuw, de heer ingenieur Darem Moongra. We verwelkomen hem, meneer Moongra, van harte welkom. Ja, en van mijn kant ook een goedenavond, kijkers. En u ook natuurlijk, meneer Bikari. Ja. Nou, meneer Moongra, het is zo dus dat heel veel mensen in de samenleving ervan uitgaan dat de politieke partij De Nieuwe Leeuw een nieuwe politieke partij is. Wij hebben dus begrepen dat het gaat om een partij die voortgesproten is uit de BVD. Het is in feite de nieuwe BVD. Kunt u misschien daarop wat zeggen? Ja, en heer Bikari, inderdaad merk ik dus dat een heleboel mensen nog de fout maken om ervan uit te gaan van De Nieuwe Leeuw, een nieuwe politieke partij. Ik wil alleen maar in herinnering brengen, dus dat toen de voormalige voorzitter van de BVD, de heer Dilip Sarju, toen aspiraties had om naar de NDP te gaan, dat alle structuren, 99,9%, daar absoluut tegen waren. Men had geen probleem om samen te werken, maar men zegt opgaan in een andere partij, dat kan niet, dat zou tegen alle principes zijn. En de structuren hebben toen besloten om met een nieuwe naam, onder een nieuwe naam, de partij verder door te zetten. En die naam was dus de Nieuwe Leeuw. Het is dezelfde partij, de BVD, is er gezegd, zonder opportunisten. Zo heeft de pers ons vaak genoemd. De Nieuwe Leeuw is de BVD zonder opportunisten. En we hebben dezelfde statuten, dezelfde verkiezingsdoeleinden, dezelfde principes en uitgangspunten. In ieder geval is dus, laat het geen verwarring ontstaan. De Nieuwe Leeuw is de nieuwe, gezuiverde BVD, ja, zonder opportunisten. Ja. De Nieuwe Leeuw die maakt zich klaar voor de komende verkiezingen, zoals elke politieke partij. U bent in Nikeri, u bent ook bezig met de mensen hier in Nikeri. Wat zijn de knelpunten die u heeft ontdekt hier in Nikeri? Nou, in Nikeri, er zijn een heleboel knelpunten. De hele samenleving, trouwens heel Suriname, maar met name in Nikeri, omdat we hier in Nikeri zijn, merken we dus dat de problemen die hier in Nikeri zijn, misschien een beetje wat anders zitten, maar niet heel veel anders dan elders in Suriname. Grote probleem wat we hier hebben, is dat we merken dus dat de armoede die hier is ingetreden. We moeten niet letten op al die mooie Chinese supermarkten, et cetera. Dat komt met geld uit China. Het is niet voor ons Surinamers bestemd. Maar waar het om gaat, is dat we kijken naar de landbouw, naar de landbouwers, naar het niveau van het leven, ja, het welvaartspeil. Dan merken we dus dat ernstig is gedaald. We merken met name de zeer grote werkloosheid, Bhai Raju, bij vooral de jongeren. Veel jongeren komen hier vanuit de schoolbanken, evenals elders in Suriname. En elke jaar zijn er een aantal honderden, ja, die mensen die van vakopleidingen komen. En die jongeren hebben gewoon geen toekomst, geen perspectief. Want er zijn geen banen geschapen. Ernstige probleem voor de jongeren. Hoeveel kinderen die de huwbare leeftijd hebben bereikt, bij Bikari, kunnen niet eens gaan trouwen omdat de jongen of die dochter nog geen baan heeft. Hoe ga je je gezin, ja, verzorgen? Hoe ga je een gezin stichten als je nog niet over een redelijk en een duurzaam en een zekere inkomen hebt? En dat werkloosheidsprobleem zien wij als het grootste probleem. Het probleem in de landbouwsector, dat zijn we bekend. De landbouwsector is duidelijk. We hebben regeringen gehad, ja, opeenvolgende regering die de landbouwsector stiefmoederlijk hebben behandeld. Wij van de Nieuwe Leeuw, Bhai Raju, mag u weten dat daar op dat stuk, indien wij in het beleid komen, een complete wisseling van de koers zal zijn. Wij zeggen Suriname, we hebben natuurlijk veel mijnbouw-eigendommen, maar dat moet worden gebruikt worden om de ontwikkelingen in andere sectoren, en met name de agrarische sector, de toerisme en in andere, de kleinindustrie, om die ontwikkeling te stimuleren, omdat dat de duurzame ontwikkelingssectoren zijn.
Ja, met een klein beetje geld die we nu verbrassen en die we willen gaan verbrassen in treinprojecten en allerlei zaken die in feite eerder een achteruitgaan en vooruitgaan zullen brengen, zouden wij dat geld kunnen nemen en in de landbouw kunnen investeren. We weten, de landbouwers hebben niet veel nodig. Het gaat om infrastructuur, gaat om inputs, het gaat om bepaalde faciliteiten. Ja? En als het moet dat je de landbouw in de komende periode nog zal moeten stimuleren, zal moeten subsidiëren, dan zal dat moeten. Gewoon omdat te veel mensen in dit land, hè, we zijn een landbouw georiënteerd land, te veel mensen hebben een broodwinning in de landbouwsector. En dan kan je niks anders doen dan dat je zorg dat die sector behouden blijft, wordt uitgebouwd. Ja? Wij staan met name voor, want kijk, alleen maar van het planten van rijst gaan we niet inkomen. Die nieuwe banen moeten worden gecreëerd. Er zijn mogelijkheden. We hebben rijstkaf in onmetelijke hoeveelheden. Wat doen we? We verbranden ze op dit moment of we hoegen percelen op. Maar weten we dat dat grondstof is voor een belangrijke stuk agro-industrie? Je kan van alles meemaken. Je kan plaatmateriaal, je kan bouwstenen maken. Er zijn zoveel dingen. Waarom gaan we dat niet stimuleren? Waarom gaan we ondernemers niet stimuleren? En dat we desnoods de financiering geven. Want dat gaat meer banen creëren voor de jongeren. En niet alleen banen in die industrie, maar ook in de administratie. Je gaat mensen die achter de computers gaan staan. Het is een sneeuwbaleffect die dit soort projecten nodig hebben. Dus het gaat om een spin-off effect die je teweeg wil brengen om die werkloosheidsproblematiek op te lossen. Dus u zegt, u wil de problemen in de landbouwsector oplossen en daarnaast ook in de aanverwante sectoren die oplossingen brengen. Is er een specifiek plan die jullie daarvoor hebben? Wij hebben bij Bikari, u mag kijken, wij als de Nieuwe Leeuw, wij zijn een van de eerste partijen, daar staan we ons op een borst, die ons complete verkiezingsprogramma, gedetailleerde verkiezingsprogramma, een jaar geleden al hebben gepubliceerd op onze website www.denieuweleeuw.sr of .com. En gaat u daar, dan gaat u dit soort dingen zien. Wij zeggen, Nikeri, er zijn nog veel sectoren die in ontwikkeling kunnen worden gebracht. De toerisme sector, Nikeri, is een potentieel plaats waar toeristen inderdaad geïnteresseerd zijn om hier te komen kijken hoe landbouw wordt bedreven. We hebben hier goede mogelijkheden voor eco- en milieutoerisme, de Bigipan-gebied, waar we moeten investeren in die dingen. We moeten die faciliteiten voor die toeristen creëren. We moeten die transport die erbij hoort, moeten we gaan optimaliseren. En dan gaan veel meer mensen daarin verdienen. Begreep je? De toerisme sector, maar de kleine industrie. Wij als Suriname, wat we moeten doen, wij moeten in dit land gaan stimuleren een totale programma voor kleine en middelgrote bedrijven. Daar hoort een stuk beleid bij. Je zal mensen moeten opleiden, je zal faciliteiten, je zal bepaalde financieringsmogelijkheden, zodat we die sector, die kleine en middelgrote industrie, ik mag u zeggen, elk groot land, of het nou Amerika, Nederland, Europa, weet je wat de grootste werkgelegenheidsscheppende sector is? Is die kleine en die middelondernemingen. En waarom zouden wij als derde wereldland dat niet gaan doen, wanneer we weten dat dat de succesformule is voor die grote landen? Begrijp je? En dat kost minder. Wat we moeten doen, is dat we moeten de mensen die gaan produceren, moeten we faciliteiten geven en we moeten een stukje wetgeving, we moeten bekijken het beschermen van het binnenlands product, want vaak kunnen wij niet concurreren met de producten die komen uit landen met goedkope arbeidskrachten, zoals Taiwan, China, etc. Het betekent dat je je binnenlandse productie moet gaan beschermen. Je zal misschien met importheffingen, et cetera. Maar als dat moet, dan moet het maar. Andere landen in de regio hebben dat gedaan. Colombia, Brazilië, noem maar op. Omdat willen wij die werkgelegenheid gaan scheppen voor onze mensen, willen we de productie en de productiviteit omhoog brengen, dan zal dat een stuk van dat beleid moeten zijn dat erbij hoort. En al deze zaken is wat wij zien.
om het specifiek bij Nikeri te houden. We kunnen natuurlijk, we hebben programma's voor alle districten in Suriname. Ja. Maar specifiek voor Nikeri, ik ga u zeggen dat ik zelf heb jaren gewerkt aan een masterplan voor de ontwikkeling van het stroomgebied van de Corantijnrivier. Okay. In feite is het een plan gebaseerd op een aantal uitgangspunten van het oude West-Surinameplan. In de verschillende studies toen der tijd, Bahaya Bikari, is er, wat we hoeven het wiel vaak niet uit te vinden, is er aangetoond wat de potenties en waar de potenties voor de ontwikkeling van Suriname liggen. En ik ga u zeggen dat 3/4 van de potenties liggen in dit stroomgebied van de Corantijnrivier. Dat is heel veel. Vandaar, vandaar dus dat men toen daar het West-Surinameplan om heeft opgebouwd. Waterkracht, allerlei kostbare mineralen, bauxiet, aluminium, goud, een heleboel diamant, pig iron, een heleboel zaken die daar zijn. En ik denk dus dat het tijd is dat we dat nu gaan ontwikkelen. Willen we Suriname gaan ontwikkelen, dan moet je het stroomgebied van de Corantijn, ja, waaronder andere Nikeri en een deel van Sipaliwini vallen, moet je in ontwikkeling gaan brengen. En dat kan. In dit plan zijn er een aantal zaken meegenomen, waaronder het uitbouwen van Nikeri tot een grote, welvarende stad, tot een echte stad. En ik ga je zeggen, we hebben vlak over de rivier hebben we Guyana. En we hebben daar een concentratie van mensen die daar wonen. Er is daar een potentiële markt van consumenten van alles wat wij produceren. Van bijna 70 tot 100.000, zo misschien 150.000. Dus je creëert exportmogelijkheden daar. Je creëert export. Het is een unieke ligging. En er zijn natuurlijk bepaalde dingen. Vandaar dat in onze plan hebben we meegenomen de bouw van die brug zal moeten komen, zodat je dat zet. Dat achterland naar Suriname toe, dat gaat ontsluiten. Okay. Begrijp je? Maar ook die luchthaven waar men al jaren zit te sukkelen, mm-hmm, zal je ook moeten verder dat moeten gaan afbouwen, omdat het een belangrijke functie. Je zal ook moeten kijken naar het stuk van energievoorziening. Maar bovenal verder, wanneer we praten over de agrarische sector, er is nog genoeg ruimte voor uitbreiding van landbouwareaal hier in Nikeri en in West-Suriname. Met zeker 100.000 tot 150.000 hectare. We hebben het daar liggen. Laten we daarin investeren. Waarom gaan we 130 miljoen in een treintje die niks oplevert, die eigenlijk binnen een aantal jaren een bankroete business wordt en die treinen gaan allemaal museumstukken. Terwijl we die 130 miljoen, weet je welke ontwikkelingen we hier kunnen brengen? En die ontwikkelingen gaat niet alleen Nikeri, heel Suriname gaat er mee van genieten. En heel Suriname gaat daar profijt aan hebben. Laten we dat beetje geld wat we hebben, of dat we zeggen we kunnen vinden, niet gaan verbrassen omdat we zo graag in een trein of in andere grappenmakerij gaan ze verdoen. Laten we het gaan zetten in ontwikkeling. Laten we het gaan zeggen in werkgelegenheid voor onze kinderen. Laten we het gaan zetten in energie, in voorzieningen, om het leven beter te maken en goed water, veel goed stroom, dat kinderen kunnen gaan studeren en dat alles, dat producenten inderdaad daadwerkelijk kunnen gaan produceren. Er zijn zoveel mogelijkheden, maar we moeten het roer omgooien. Op dit moment hebben we mentaliteit, laten we die dingen maar uit de grond houden, die goud en die olie en die bauxiet, maar we vergeten dat binnen enkele jaren, 10, 15 jaren, die dingen op zijn. En wanneer het op zijn, wat gaan we doen? Gaan we elkaar, we pirti filuku makandra bij een bikari. Laten wij dingen doen met dat wat wij halen uit die bodem. In zaken die in de komende honderden en duizenden jaren, ja, zullen zorgen dat onze kinderen en hun kindskinderen een goed leven en een goed bestaan kunnen hebben. Waarom moeten wij alles op gaan maken? Begrijp je? Dus ik denk dus dat er genoeg sectoren zijn in Nikeri. Kijk in Wageningen. In Wageningen, mensen hebben geen enkele, er is geen enkele mogelijkheid voor de mensen sinds de rijstproductie en de rijstverwerking daar, laten we zeggen, kapot is gegaan. We moeten diversificeren. We moeten nieuwe mogelijkheden. We moeten meer culturen gaan praten. Er zijn zoveel gronden die misschien niet goed zijn voor rijst, maar wel voor andere culturen. Laten wij geld, laten we studies, laten we die dingen gaan doen. We hoeven het wil nu uit te vinden. Er is al veel daar, maar je moet de politieke wil hebben om dat te gaan doen. Wij hebben gezegd,
of Kisakans, is dat wat wij gaan doen. We gaan daarom bij een radicari in de komende maanden na de verkiezingscampagne. U niet, kijkers, u niet komen vermoeien met allerlei vuilsmelterij, met schelden en met allerlei negatieve dingen op anderen. Want uw problemen zijn daar niet mee gehouden. U laat zich ophouden, u laat uw tijd verdoen om te gaan horen naar allerlei onzin waarbij mensen elkaar kapot maken. We leven in een klein land. Laten we elkaar van iedereen is familie bijna van iedereen. Ongeacht tegenwoordig van welk ras je bent. In elke familie heb je Javanen, Hindustanen, Kriolen, etc. Laten we van elkaar gaan houden. Laten we dat ding zelf doen. Het land is zo verschrikkelijk mooi. En wij hebben gezegd, daarom weigeren wij te schelden op mensen. Wij gaan in de komende tijden u veel vertellen. En we hebben veel te vertellen hoe we het willen gaan doen, met wie we het kunnen doen, waar we de mogelijkheden denken te vinden, waar we die informatie en die wijsheid vandaan halen. Wat we gaan u geen luchtkastelen verkopen, dingen die niet realiseerbaar zijn. Daar gaan wij in die komende tijden, dat wordt de spil van onze campagne, van de combinatie die gaat komen. Ik wil het nog een verrassing houden, want komende vrijdag gaan wij bekendmaken de intentieverklaring van de eerste 5 tot 6 partijen waarschijnlijk. Komt dat komende vrijdag? Van dat middenblok dat moet komen. Okay. Wat de naam zal zijn en welke partijen, dat zal u op korte termijn horen. Okay. De bedoeling is dat een aantal andere partijen die ook wat nog bedenktijd hebben gevraagd, misschien nog erbij komen. In ieder geval of het nou bij die 5-6 of het 7-8 wordt, dat zullen we zien. Maar wij van de partijen in dat tussenblok, dat middenblok op dit moment, gaan voor de werkelijke ontwikkeling, voor harmonie, voor vrede, voor liefde, voor rust in het land, voor ontwikkeling van u en uw kinderen en niet voor koskossie, niet voor belediging, niet voor het vertrappen, niet voor omkoperij, niet voor niks. We willen ons daar niet bezighouden. Wij willen Nikeri, we willen Koroni, we willen alle districten samen met dit geliefd land willen we tot ontwikkeling brengen bij Bikari. Dat is waar wij voor staan. Oké, kijkers, u heeft het gehoord van de voorzitter van de politieke partij De Nieuwe Leeuw. Dat is de heer ingenieur Darren Mungra. Hij heeft het heel mooi gezegd. De Nieuwe Leeuw gaat niet schelden naar opponenten toe. En de politieke partij De Nieuwe Leeuw die komt met issues. En hij heeft ook aangegeven dat er ook een samenwerkingsovereenkomst of een intentieverklaring getekend zal worden de komende week met andere politieke partijen waarmee de politieke partij De Nieuwe Leeuw een samenwerking wenst aan te gaan. Ik bedank u voor uw aandacht en een fijne avond verder. Goedenavond.